In deze video wil ik het gaan hebben over sluitertijd. Wat is nou sluitertijd en wat doet sluitertijd nou voor de belichting? En in video's hierna leer je ook nog andere dingen over sluitertijd en leer je ook hoe je sluitertijd zelf moet gaan instellen. Sluitertijd is onderdeel van de belichting. En diafragma en ISO die doen dat ook. En sluitertijd, dat is de derde factor. En in deze video gaan we het hebben over wat sluitertijd nou doet voor de belichting. En eerst even een omschrijving van sluitertijd. Sluitertijd kan je omschrijven als de tijd dat de camera licht verzamelt voor de foto. En zometeen ga ik jou ook nog wat afbeeldingen laten zien om dit nog een stuk duidelijker te maken. En als je hier even naar deze foto's kijkt, dan zie je deze foto is natuurlijk donker onderbelicht. Dit is een goed belichte foto en dit is een overbelichte foto, een te lichte foto. En sluitertijd heeft dus ook invloed op die belichting. Het bepaalt hoe lang wordt er nou eigenlijk licht verzameld voor de foto. En dat gebeurt trouwens met gordijntjes in de camera die open en dicht gaan. Als je langer licht verzamelt, dan krijg je wat meer licht binnen. Als je minder lang licht verzamelt, krijg je wat minder lang licht binnen. En als we even naar deze afbeeldingen gaan kijken. Ik heb hier drie fases onderscheiden. Dit is fase 1. En dat staat er ook. En dit is voor je de foto maakt. Dus we zijn nog geen foto aan het maken. Wat we wel zien is een afbeelding van een camera. En je ziet het licht. Dat komt van buiten. En dan hebben we hier in die lens. Hebben we dat gat zitten. Dat hebben we ook geleerd in de video's over diafragma. En dit gat. Dat is de lichtopening in je lens. Dus het gat in je lens, het diafragma, hier gaat het licht doorheen. En dan zie je, die pijl, moet je even volgen, die pijl die kan hier niet verder. En dat heb ik maar even rood laten tekenen. En wat is dat? Dat is eigenlijk een dicht gordijn van de sluiter. Dus de sluitertijd wordt met gordijntjes geregeld. En wat zit er achter dit dichte gordijn? Dat zit hier, de sensor. Vroeger was dat het filmrolletje of fotorolletje. Nou, digitale camera's die hebben een sensor in plaats daarvan. En deze sensor, die moet licht ontvangen voor de foto. En als hier licht opvalt, dan wordt dat omgezet in een digitale foto. Dus op dit moment kunnen we zeggen, er valt nog geen licht op de sensor, want het gordijn zit hier nog dicht. Het licht kan niet verder. En dat is ook logisch, want we zijn nog niet bezig. Dit is voordat je de foto maakt. Nou, als we dan naar het moment gaan dat jij de foto gaat maken. Dus jij gaat ontspanknop half indrukken en uiteindelijk ook doordrukken. Nou, vaak hoor je dan een geluidje, afhankelijk van jouw camera. En wat zien we dan? Dit is fase 2, begin van het maken van de foto. En de start van de belichting. En wat zien we hier? Dat gordijn dat net dicht was van de sluiter, dat is nu open gegaan. En het licht kan er langs. En dan zie je het licht valt nu op de sensor. Dus de sensor is licht aan het verzamelen. We zijn aan het belichten, zo zou je kunnen zeggen. Wat zou er nou gebeuren als dit heel lang zou duren? Dus als er nou alsmaar licht valt en licht valt en licht valt op die sensor. Misschien wel een halve minuut of langer. Nou, dan kan het natuurlijk zijn dat je te veel licht verzamelt. Hè? We willen ook geen overbelichte foto. Dus er moet ook een einde komen aan dat proces van licht verzamelen. En dat zien wij ook, want als we naar fase 3 gaan, dan zien we hier, nu gaat het gordijn van de sluiter weer dicht. Dus er kan geen licht meer op de sensor vallen, want het licht kan niet verder. Net als bij fase 1 was het ook dicht. En hoe noemen wij nou de tijd dat de camera licht verzamelt voor de foto? Nou, dat heet dus de sluitertijd. En dat wordt dus geregeld door een gordijn dat open en dicht gaat. En een ander woord voor sluitertijd, dat werd vroeger ook wel gebruikt, is belichtingstijd. En dat is ook beter te begrijpen, denk ik. Want dat betekent niets anders dan hoe lang kan er nou eigenlijk licht vallen op die sensor. Dus we hadden in het begin een dicht gordijn. Toen ging het open en toen viel het licht op de sensor. En uiteindelijk gaat het gordijn weer dicht. En die tijd dat de gordijnen openstaan, dat is dus de sluitertijd.
Nou, in de volgende video gaan we zien dat sluitertijd niet alleen iets doet voor belichting, maar dat het ook iets anders doet nog. Dus bekijk de volgende video en dan gaat het ook wat meer over creatieve effecten.